Welkom bij deze Bijbeloverdenking die ik ga houden. Die bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte doe ik vanuit het Oude Testament en wel vanuit Hosea hoofdstuk 4 vers 6. Mijn volk Israël gaat te gronde door gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Een hele belangrijke tekst vanuit het Oude Testament, door de profeet Hosea gesproken, tot de 10 verloren stammen van Israël. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. En dan bedoelt God niet kennis op technisch gebied, want daar zijn we heel erg slim in, maar door het kennen van zijn kostbaar woord. Mozes, psalmen en de profeten. De Bijbel van de Heere Jezus, waarin hij ons als volk heeft geleerd hoe het met het evangelie van het koninkrijk gesteld is. Het herstel van zijn volk. Ik heb er eens over nagedacht wat dat wil zeggen. Te gronde gaan door gebrek aan kennis. Als ik ons volk bekijk, dan moet ik zeggen dat de laatste 3 decennia ons volk er hard op is achteruit gegaan. Als ik denk wat er staat in Hosea 4 vers 6, dan kan ik dat beamen. Want ons volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En als ik zeg ten gronde gaan, dan is het nog niet echt het juiste woord. Ik zie meer een volk dat in een hel is beland. Zo zou je dat kunnen verwoorden. Wat ik tot ontsteltenis zie, is dat het rijke volk dat er inwoont in ons land, de armen veracht met uitzondering van hen die via de tv zogenaamd worden geholpen. En er zijn het meestal mensen van een ander volk die worden eruit gehaald en uitvergroot. Laatst, toen ik in het ziekenhuis was, opende de Heer mijn ogen voor een realiteit om mij te laten zien wat ons volk overkomt van datgene wat in Deuteronomium 28 staat. Dat is wat God zegt. Als we hem dienen met heel ons hart, hij ons heel rijk zal zegenen, maar tegenovergestelde is waar. Ons volk is ziek. Ons volk is goddeloos. Ons volk is geestelijk arm. Ons volk wordt geleid door valse kerkelijke herders en valse politieke leiders. Kerken die zich uitgeven voor christelijk, namelijk de katholieke kerk, is werkelijk een kerk zoals Hosea dat zegt. Het volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Miljoenen mensen die deze leer aanhangen, zijn op weg naar de afgrond, naar de hel. Dat is niet wat ik zeg, dat is wat het woord zegt. Jonge mensen vandaag aan de dag hebben totaal geen kennis meer en streven dus af op een destructie, dat wil zeggen verwoesting en vernietiging. Sommigen plegen al zelfmoord, worden vermoord, nemen overdosissen of krijgen ongevallen. En dat terwijl de kerk staat toe te kijken. Zelfs bij mensen die zich Pinksterchristenen noemen, hebben hier geen directe oplossing voor. Er werkt zo'n Pinksterchristen bij de EO, van boven tot onder getatoeëerd, en zegt
dat hij Jezus lief heeft. En sleurt anderen mee. Hij probeert dus door middel van programma's, door uit de kast te komen, homofilie onder ons volk niet bespreekbaar te maken, maar acceptabel. Dat noemt zich een christen. Daardoor geven zij zichzelf over aan een demonische aanval. Mensen worden demonen overvallen. En dit is terug te vinden in Deuteronomium 28. Als je dit hoofdstuk heel aandachtig eens leest, dat moet u eens doen. Dan zult u zich verbazen wat daar geschreven staat. Er zijn Pinksterkerken die volop genezing preken. Ze gaan naar die meetings van genezingsdiensten. Ja? En dan moet je eens kijken wat daar dan gebeurt. Ze bekeren zich zogenaamd. Wat dat betekent, dat noemen, weet ik eigenlijk niet. Maar het is niet een bekering die de Bijbel noemt. Het is meer een oplapbeurt. Het gaat om een beetje goed leven. Je tiende geven, meedoen aan samenkomsten en daarmee is de kous af. Alleen dat is niet het bekeren dat God in gedachten heeft. Ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb in die groepen meegedraaid. Ik weet wat het is. Maar wat ik verder zie vandaag is zuiver bedrog. Ons volk wordt gestraft en heeft het niet in de gaten. Het heeft totaal geen besef. Sommigen hebben een grote hoogmoed en dat is net hun ondergang. Kijk maar naar onze politici. Europa zal ons wel redden. Het tegendeel is waar. Ons volk heeft dus eigenlijk geen kennis meer van Gods woord en ook niet van hun ontstaansgeschiedenis. Waardoor het genezen zou kunnen worden door het woord van God. En laten zich wijsmaken door neppriesters en predikanten. Maar als ik die priesters bespeur, dan zou ik ze eerder kunnen vergelijken met in de Bijbel genoemde Baalpriesters. Dan heb je het nog niet zo kwaad als je naar onze leiders kijkt. Nou, het tegendeel is waar. Ze weten je met de stroopkwast aardig om de tuin te leiden. Maar als je ze nabij bekijkt, die politici, dan zie je gewoon dat het een zootje ongeregeld is. Ze geven nu en dan wat blijk van medeleven, maar ze zijn in het geheel niet echt bezorgd om het volk. Het is net zoals Gods woord zegt, onze leiders zijn misleiders geworden. Zowel geestelijk als politiek. Geen één die deugt. Het volk ziet het wel, maar is aan het slapen. Sommigen zijn zo vastgegroeid in hun kerkgang of politieke partij, dat ze geen vat meer hebben voor de waarheid. De waarheid dringt bij hun niet binnen. Ze zijn ter vernietiging bedoeld. Anderen schreeuwen hun ongenoegen uit, maar worden niet gehoord. Of worden doodweg genegeerd door hen die geld en goederen hebben. Als je kijkt naar ons koningshuis, die ons 120 miljoen euro per jaar kost. De koningin kent de deur niet uit of ze moet een andere jurk hebben. Geeft geen ene klap om haar onderdanen. Een volk wat ook voor een groot gedeelte gebruik maakt van voedselbanken en andere instanties. Want die zijn in Nederland volop. Want wij zijn heel goed in het goede geven van goed doelen. Maar om het woord te voeden met het woord van God, waar ze alles van kunnen verwachten, dat is er niet bij. We zouden zeggen, dit is een volk dat kat en muis speelt. Met andere woorden, ze zijn te doden opgeschreven. Onze overheid, onze politiek, wil ons alleen maar hebben voor onze stem, voor onze arbeid en voor ons geld. En als je dat niet meer kan opbrengen,
dan word je lastig als je bejaard bent. Of je bent ongeneeslijk ziek, of wat dan ook. Dan kost je te veel. Abortussen worden gepleegd omdat dat lastig is. Als ze in verwachting raken, hoe dan ook. We doden net zo makkelijk kinderen als dat je een vlieg doodtrapt. Dat is onze maatschappij. Duizenden aborten zijn in ons land gepleegd. Maar staan wel op 4 mei met een uitgestreken gezicht op het paleis op de Dam om te gedenken dat er zoveel Joden zijn omgekomen. Hoe hypocriet kan je zijn? Zo zit ook met onze geestelijke en politieke leiders. In de kerken zie je dat er altijd over een Jezus gesproken wordt die lief is. Huichelarij noem ik dat, een andere Jezus. Sta je tegen de Jezus op, dan pleeg je heiligschennis in hun ogen. En ook dan weet de doden opgeschreven. En daar is onze bevolking met open ogen ingelopen in een andere Jezus, in een ander evangelie, die hen naar de hel brengt. Ze hebben niet door dat ze de echte Jezus moeten zoeken, de gezalfde koning van Israël, die gekomen is om ons volk, Nederland behoort tot het volk Israël, om die te verlossen. Die moeten ze zoeken. Dit gedeelte heb ik expres gebruikt om het de andere kant van de medaille te laten zien wat de schrift ons zegt. Er is namelijk een andere weg die wij moeten bewandelen. Niet die brede weg die naar de hel leidt, maar die smalle weg. En die smalle weg kan je alleen maar bewandelen door en met de Heilige Geest. En daarvoor ga ik verder door mijn onderwerp wandel door de Geest. En daarvoor gebruik ik Galaten hoofdstuk 5 vers 16 tot en met 20. De apostel Paulus zegt dit. Ik bedoel dit. Laat u in uw levenswandel leiden door de Geest, met een hoofdletter. Dan zult ge u geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. Want wat onze zelfzucht verlangt is strijdig wat de Geest, met een hoofdletter, verlangt en omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden met het gevolg dat u niet kunt doen wat u zou willen. Maar als u zich laat leiden door de Geest, met een hoofdletter, bent u niet aan de wet onderworpen. Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzucht ik voorkomt. Let op wat hij zegt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, magie, kaartlezen en al die andere reutemeteut. Haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarsting van woede, eigenbelang, geschillen en partijzucht. Elk mens in ons land, ook ik, heb me hier aan schuldig gemaakt. Laat dat goed door je doordringen. De Bijbel zegt, er is er niet één goed. Mensen hebben een partij maskers, dan zetten ze het ene masker op en dan het andere. De een lacht, de andere huilt. En de andere laat zien dat hij zogenaamd van je houdt. Maar er zit altijd een ander mens onder schuil die deze dingen in zijn leven meedraagt. Want in onze dagen merk je steeds meer dat mensen meer leven door het vlees dan door de Geest van God. Heel belangrijk. Nu wil ik niet spreken over de werken van het vlees, zelfs niet over de vruchten van de Geest, maar ik wil graag met u 3 werkwoorden behandelen die in het schriftgedeelte staan. Wanneer men spreekt van werkwoorden, dan wil men dit werk niet doen. Dat zijn werkwoorden. Er zijn zoveel mensen die alleen willen zitten en luisteren. Het is wat zegt een ander en wat doet een ander. Men wil uitsluitend genieten van de lusten van het leven. Kijk maar naar
onze voetbalwedstrijden of andere sporten op de radio en tv. Is het ene nog niet afgelopen, de voetbal, dan komt de tennissen niet, dan komen de wielrenners aan de beurt en zo gaat het maar door. Kost ons miljoenen van onze belasting, maar ons volk wil dat graag. Wil namelijk vermaakt worden. We gaan eens kijken naar het eerste werkwoord en dat vind je in vers 16. Ik bedoel dit, laat in uw levenswandel leiden door de geest. Laat u in uw levenswandel leiden door de Heilige Geest. Dit betekent om met de Heer Jezus te wandelen. En kost nogal wat van onszelf. Onderschat dit niet. Geloven is niet voor watjes. Het gaat niet alleen om je benen in beweging te krijgen. Maar je moet gaan wandelen. Opstaan. Wandelen door de geest. Met andere woorden, dat betekent dat men te alle tijden met die geest met een hoofdletter moet wandelen. Hij moet namelijk herstel. Hij moet namelijk in jou wonen. Maar weinigen willen wandelen door en met deze geest. Terwijl men alles wil bezitten, wat door de Heilige Geest wordt bewerkstelligd. Dus met andere woorden, men wil wel de vruchten van de geest, die dat opbrengt, gezondheid, vrede, geluk. Maar men wil niet wandelen door die geest. Het is gewoon participeren als een parasiet. Maar we willen er zelf niks voor over hebben. Daarom wordt het hoog tijd dat de kinderen Gods leren, want ik spreek toch tot Gods kinderen, die ook kijken en luisteren naar deze opname. Dit betekent tevens dat men een koers moet kiezen om voorrang te krijgen. En niet alleen voor mezelf, maar door de geest, want door hem moet ik wandelen. Wat betekent het woord wandelen? Dit betekent dat wij ons gedrag moeten aanpassen, want de mensen kijken naar ons. En ze moeten zich afvragen hoe jij door die geest met een hoofdletter wandelt. Daarom waarschuwt Paulus dat dit gevolg is van de werken van het vlees. Dus als we naar onze vleeselijke maatstaf kijken. En dat waren de gelaten aan het doen toen Paulus hen die brief schreef. Want andere mensen letten op u en mij, hoe is ons gedrag? Dat is wat ik dagelijks merk. Mensen kijken naar mij, want ze weten wie ik ben en wat ik doe. En daarom gaat Paulus verder dat wij een brief moeten zijn. Niet geschreven met inkt, maar geschreven door de vinger van God. En de mensen moeten deze brief lezen. Hoe wandelen wij? Wat zeggen wij? Wat doen wij? Enzovoorts. Daarom is het werkwoord zo zwaar in onze tijd. Want de vijand is erop uit om u en mij te vangen. Om onszelf op een andere weg te krijgen. Wel de brede weg. Wel te verstaan. Alles is erop uit om ons op die brede weg te krijgen. Weg van die smalle weg. Alle commercie is erop gericht om ons van die smalle weg af te halen. Alle reclame is erop gericht. Elk boek wat geschreven wordt, elk film die gedraaid wordt of gemaakt wordt en vertoond wordt. Alle politieke partijen zijn bezig om ons van die smalle weg af te krijgen. U kunt niks vinden wat ons juist het tegenovergestelde doet om te kiezen voor die smalle weg. De brede weg, dat is de weg van Babylon. De brede weg van verderf. Dan gaan we naar het tweede werkwoord. En dat vinden wij in het 18e vers. Maar als u zich laat leiden door de geest, bent u niet aan de wet onderworpen. En dan bedoelt God echt niet dat je door een rood licht mag rijden. Die wet bedoelt God niet. Maar God bedoelt dat je die volmaakte wet die hij aan zijn koninkrijk Israël heeft gegeven. En dan moet je Psalm 119 maar eens helemaal doorlezen.
dan zie je hoe volmaakt die wet is. Maar als je de wet van God bestudeert, Leviticus en Deuteronomium, ga zo maar door. Dan zie je, als je hem heel aandachtig leest en bestudeert, dat die wet aan het volk is gegeven. Om in een tijd waarin het volk leefde, omringd door duisternis, door duistere machten, groter als die van Israël. Om daardoor goed doorheen te komen. En om een goed en een gezegend leven te kunnen leiden. En we hebben het niet gered, het volk Israël. God heeft het volk moeten straffen. In ballingschappen moeten wegvoeren tot op de huidige dag. Daar hebben we mooie artikelen voor op onze website staan. Hoe dat met het volk Israël is afgelopen. Omdat zij Hosea 4 vers 6 niet in acht hebben genomen. Maar als je je aan die wet van God overgeeft. En dat kan in de Heer Jezus. Ben je niet aan die wet onderworpen. Laten lijden. Voor veel mensen wil dat zeggen, ik wil niet geleid worden. We hebben zo onze eigen gedachten en andere zaken. We hebben onze eigen richting en willen daarom niet naar anderen luisteren. Want ik doe wat ik wil. Daarom legt Paulus de nadruk op, maar als u zich laat leiden door de geest. Terwijl de mensen in onze tijd zich wel laten leiden door wat er in kranten, of op de tv, of door de politiek, ons wordt aangesmeerd, dan laten we ons wel leiden. Dagelijks ziet u het om u heen. Ik heb geen bezwaar tegen slimme geleerden op deze aarde. Maar hoeveel van die mensen leiden werkelijk het mensdom? Wat hebben ze ons gebracht? Wat hebben die geleerden, politici en die kerkleiders ons nou gebracht? We staan op de rand om failliet te gaan, totaal failliet. Europa staat op het instorten. Maar ze weten het wel zo mooi te vertellen elke keer, om ons een beetje moed te geven, nog harder te werken, nog meer belasting te betalen. Kortom, dat is wat ze willen. Terwijl ze eigenlijk weten dat het niet te redden is. Daarom hamert de apostel Paulus op de leiding van de Heilige Geest. God heeft zijn volk zijn Heilige Geest gegeven om door hem geleid te worden. Als men de schrift goed onderzoekt, dan zal hij tot de conclusie moeten komen dat al Gods dienstknechten door zijn geest werden geleid. En, wat belangrijk is, door God niet in de steek zijn gelaten. God leidde Mozes tot en aan en zelfs door de Rode Zee. Terwijl het volk in paniek steeds bleef omzien. Want een grote stofwolk veroorzaakte door farao's ruiters kwam steeds dichterbij. Maar Gods geest heeft Mozes daar gebracht. Want toen Mozes zijn staf uitstrekte, spleet de Rode Zee in twee delen. En de Israëlieten konden droogvoets er doorheen. Met andere woorden, de geest leidde hen er doorheen. Lees hoe Jozua door de Jordaan trok. De rivier was vol water. Ook daar gebeurde hetzelfde als bij Mozes. Want Gods geest was daar om het volk bij te staan. In het Nieuwe Testament lezen wij na de dag van Pinksteren dat Petrus was opgestaan om weer vis te gaan vangen, want hij zeide, er gebeurt niets. Maar hij ving ook niets. Zo is het ook in ons eigen leven als wij doen zoals Petrus. Maar toen Gods geest over hem kwam, veranderde hij op slag. Toen werd hij een leidend figuur. Hij begon te spreken omtrent Gods zaken. In Handelingen 3 lezen wij hoe Petrus op weg was naar de tempel en hoe hij daar handelde. Handelingen 3 vers 1 tot 10. Eens tegen 3 uur in de middag, het uur van het gebed, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Daar was een man die vanaf zijn geboorte verlamd was en gedragen moest worden. Elke dag werd hij bij de tempelpoort gezet, de schone poort, waar hij de bezoekers van de tempel om geld vroeg. Toen hij Petrus en Johannes zag die de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hen
om een aalmoes. Petrus keek naar hem en Johannes ook. En Petrus zeide, kijk ons aan. Hij sloeg zijn ogen naar hem op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zeide, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb zal ik u geven. In de naam van Jezus, de Messias van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij de rechterhand en hielp hem opstaan. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, stond overeind, liep heen en weer. Hij ging met hem de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. Al het volk zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de tempel, bij de schone poort, zat te bedelen. En ze waren buiten zichzelf van verbazing over wat met hem gebeurd was. Dit was een uitwerking van het wandelen door de geest. Maar het zal niet werken als men denkt, heb ik er wel zin in? Wil ik het wel? Dit heeft niets met voelen te maken, maar uitsluitend met de werking en de uitwerking van het wandelen door de geest. Dit is wat wij zo nodig missen in ons eigen leven. En ook bij de mensen die ons moeten leiden, staatslieden. Maar ook onze geestelijke leidslieden. Ja, ze hebben veel gestudeerd op de universiteit. Maar missen de geest van God. Dan verspreid je alleen maar kennis. En die leg je nog uit op je eigen manier. Daarvoor zijn er zoveel verschillende soorten kerken. Maar de mens die wederom geboren is, die tot bekering gekomen is, gedoopt is door onderdompeling en vervuld is met de Heilige Geest en die wandelt met die geest, staan los van de wet. Maar nu leeft men door gevoel. Terwijl God wil dat wij door zijn geest geleid worden. Want die draagt ons door alle problemen, van welke aard dan ook en hoe groot ook. Ik ondervind dat momenteel in mijn eigen leven. Terwijl ik ongeneeslijk ziek ben, weet ik dat ik door de geest van God gedragen word, omdat ik wandel door zijn geest. Daarom moeten deze werkwoorden, en ik ondervind het aan mijn lijve, geloven is een werkwoord. Dat moet deel worden van je eigen leven. Dit is van levensbelang. Want zonder Gods geest dwalen wij als schapen, zegt het woord van God. Geloof en de hoop is de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het derde werkwoord vinden wij in het 25e vers. Als we leven door de geest, moeten we ook in het spoor van de geest verder gaan. Je hebt een keus gemaakt. Ik ga wandelen door de geest. Moet je een spoor volgen. Dit woord leven heeft een Dit woord leven heeft zo'n betekenisvolle inhoud. Dat kleine woordje leven betekent veel voor mensen. Ik leef, want ik haal adem. Want dat is de inhoud van het woord. Om te leven, om tussen de levenden te zijn. Paulus zegt zeer indringend, als we leven door de geest. Dat wil zeggen dat we niet tussen de doden willen leven, maar juist tussen de levenden. Veel levende mensen zijn volgens Gods woord al dood. Daarom moet een mens levend gemaakt worden door de geest en daaruit leven. Want Gods geest wil ons zo graag alles leren. Dan pas kunnen wij van het waarachtige leven genieten. Dat is wat ik zelf ervaren heb in mijn afgelopen jaren van mijn leven. Toen ik wederom geboren werd en dingen die ik vroeger gedaan heb niet meer deed. De zonde had afgelegd en in het nieuwe leven ging wandelen. Toen pas ging ik echt leven. Toen had ik geen drank meer nodig.
Toen had ik geen leugens meer nodig. Toen had ik geen losse beloftes meer nodig. En ga zo maar door. Mijn leven werd veranderd. Want in de Bijbel staat, daarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren, let wel, over Israël. Omdat zij konden leven in overvloed. Maar weet u, hoe moeilijk is dit? Dit komt omdat wij onze oren hebben uitgeleend aan andere zogenaamde belangrijke zaken. Want negatieve dingen hebben de overhand in ons leven. En we leven door wat wij horen. Wat we zien. Wat ons wordt geleerd. God zegt ons dat het waarachtige leven is en door zijn geest. Alleen op die manier kan het beleefd worden. En daarom is dit waarachtige leven zo belangrijk. Omdat Gods naam over ons is uitgesproken. Dat wil zeggen, zijn zegen waar alles aan gelegen is. Als ik zondags na de samenkomst die machtige woorden leest van Numeri 6. Dat ik als voorganger een voorrecht vind om het uit te spreken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Wat een geweldige zegen. Dat kan je alleen maar ervaren door en met de Heilige Geest. Want het leven die de wereld biedt, is dood. En daar heb ik de afgelopen week over zitten nadenken. Sommigen van u weten al dat ik dialysepatiënt ben. En dat ik dus 3 keer in de week 4 uur moet spoelen aan zo'n machine. En als ik in dat dialysecentrum zit en ik kijk zo naar mijn lotgenoten, die proberen dan ook, net als ik, door aan die machine te gaan hangen, ons leven te verlengen. Want zonder die machine gaan we onherroepelijk dood. Ons bloed wordt vuil en daar krijg je een hartstilstand van en je overlijdt. Dus we zitten daar met z'n allen. Ons leven, ons dagelijks leven te verlengen. En daar is niks verkeerds mee. Maar wat ik nou zo graag zou willen, om aan mijn medelotgenoten daar te kunnen vertellen dat er een ander leven is. Want achter dat woordje dood staat geen punt, maar een komma. Dat is wat God ons leert. Dat we eeuwig leven kunnen krijgen door geloof in de Heer Jezus. Eeuwig leven. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Door hem ontvang je zijn Heilige Geest. Maar als we dat niet doen, dan leven we ons eigen leven. En dat leven is al dood van nature. Je zit dan je leven wel te verlengen aan die machine, maar je gaat uiteindelijk toch dood. En wat dan? Dan ben je voor eeuwig verloren. Want de materie waaruit wij bestaan, heeft namelijk geen leven in zichzelf. Ja? Dus God moet iets in ons leggen, waardoor het wel kan. Daarvoor moeten we wederom geboren worden. En daarom moeten wij, als we wederom geboren zijn, waardig de naam van Jezus dragen. Dat is van groot belang. Ik probeer wel eens wat te zeggen, wat niet makkelijk is, want we leven nou niet in een maatschappij waarin het gebruikelijk is dat mensen willen luisteren naar jouw persoonlijke getuigenis. Maar ik bid elke dag als ik daar naartoe ga, voor niet alleen voor mezelf, maar zeker voor mijn lotgenoten daar en voor het personeel. En dan zeg ik, Vader in de hemel, uw volk Israël is ziek. Wilt u ons bevrijden van, niet alleen van die ziekte, maar van die eeuwige dood die ons te wachten staat. Want u wil zo ontzettend graag dat wij leven krijgen in uw Zoon. En dat is een opwindend leven met Jezus. Want kijk maar,
aan David, toen hij door uw geest werd geleid. David versloeg een reus. David is met u over een muur gesprongen. David heeft een geweldig koninkrijk geleid. En zo zijn er velen van uw dienstknechten die door uw geest geleid zijn, hebben veel voor u betekend en ook voor uw volk. Kijk naar Jesaja en Jeremia en Paulus. In onze dagen zijn er ook veel reuzen waarvoor wij willen wegkruipen. Ik noem die ziekte omdat ik daar zelf aan leid. Nierziekte. Maar er zijn mensen met kanker. Mijn vrouw doet een chemokuur voor darmkanker. Dus ik weet aan de lijven wat dat is. En hoe men moet worstelen en strijden om door zo'n kuur te komen. Dat zijn grote reuzen op de weg van een mens. En ook op de weg van een gelovig mens zoals wij, mijn vrouw en ik. Maar wij lezen in de psalmen, als we door die geest van God geleid worden, zijn wij meer dan overwinnaars. Want als we met Jezus leven, dan worden wij actief. Wij zijn dan gezegende mensen. Wij zijn mensen die gezegend worden om eindeloos te leven in het koninkrijk van God. Als we ons laten leiden door zijn geest. Van veel godsmannen kan men dit ook lezen. Hun levensverhalen kunnen ons inspireren. Want zij werden geleid door Gods geest. Moeten wij niet heilig jaloers op hen zijn? Willen ook niet wij door de geest van God geleid worden en ons werk voor hem te kunnen doen? Natuurlijk, elk waarachtig kind van God heeft zo'n stil verlangen in zich. Dan zegt Paulus, ik heb goed nieuws. Het is mogelijk om door de geest van God geleid te worden en te leven. Laten wij daarom een actief geloofsleven leiden. Lees het boek Handelingen eens door. Hoe de met de geest vervulde apostelen wonderen en tekenen deden, omdat Jezus belofte op hen werd gelegd. En dezezelfde geest moet ook wij in onze harten en zielen krijgen. Daarom moeten wij weer door de geest leven. Onze tijd snakt naar zulke mensen. We hebben mensen nodig die niet tegen ons zeggen, neem maar een pilletje zes, doe maar een pilletje zo, of spoel maar een uurtje langer. Nee, we moeten mensen hebben zeggen, mensen, je zit er aan die machine, dat is waar. Fijn dat dat er is, dank daarvoor. Maar er is ook een ander leven. En zo zeg ik het ook voor alle andere mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En er zijn er heel wat onder ons volk. Ik weet zeker, als mensen naar deze boodschap kijken, die ziek zijn. Maar ook mensen die heel veel strijd hebben in hun huwelijk of met hun kinderen of wat dan ook. We leven in een tijd waar heel veel moeite en zorg is. Keer terug tot God en laat u leiden door zijn Heilige Geest. Door de geest van God leven betekent ook te leven door zijn energie. Denk eens aan Paulus en Silas in de gevangenis. Zij hadden een geesteling doorstaan. Maar ze hadden nog steeds goddelijke energie. Want zij zongen lofliederen door de geest. Kunnen wij dit ook als wij in de problemen zitten? Ik onderschat nooit problemen, hoe klein ook ze ook zijn. Maar hoe handelen wij in zo'n situatie? Dat vraag ik mezelf dikwijls af, want ik ben niet anders als andere mensen. Maar ik probeer altijd God de eer en de lof te geven. Ik wil namelijk ook zijn energie in mijzelf voelen. Niet altijd geaccommodeerd te worden met de ziekte, dat ook maar weer tijdelijk is, want hierna komt dat eeuwige koninkrijk van God, dat staat op ons te wachten. Wij moeten ook handelen zoals Paulus en Silas, zodat die gevangenbewaarder tot geloof kwam. En hij en zijn huis werden gedoopt. Dit komt alleen maar door de geest van God. En daarom kon Paulus schrijven, leef door de geest. Wandel
door de Geest. Want dit was zijn persoonlijke levenservaring. Als je Paulus' brieven leest, dan lees je nergens dat Paulus moe of mat was, dat hij murmureerde of klaagde. Je vindt in geen enkele brief van hem een zinnetje of een woord. Zelfs niet toen hij sprak over die doren in zijn vlees. Heeft hij zich ook, nadat hij het geuit had, zich ondergeschikt gemaakt aan de Geest van God. Waar hoort men vandaag aan de dag nog zo'n getuigenis? Men hoeft geen geleerde of krachtige persoonlijkheid te zijn. Geen prediker. Geen dominee of andere titel voor je naam te staan. Alleen en uitsluitend de Geest van God. De apostelen waren gewone mensen. Maar hun wandelen met de Geest van God waren doeltreffend. In zulke mate dat wij er vandaag nog van spreken. Daarom spreekt Gods woord ons zo aan. Om zijn kracht aan te gorren. Ons te bekleden met de kracht van de hoogte. Sta stil bij deze drie werkwoorden. Laten deze woorden ons leven verder leiden. Daarom roept tot God uw Vader om hulp, wijsheid, om door zijn Geest te kunnen leven en ons door diezelfde Geest te laten leiden. Zodat het eerste gedeelte wat ik gesproken heb, dat ons volk te gronde zal gaan door gebrek aan kennis, een volk zal worden vol van kennis. Geleid door de Heilige Geest. En dan weet ik zeker dat vanuit het woord God ons als volk weer wil gebruiken als een koninkrijk van priesters vol van de Heilige Geest. Zo staat het ook in Ezekiel 37. Om andere volkeren te leren wat de God van Israël wil. En hoe wij met z'n allen op deze aarde in zijn nieuwe koninkrijk voor eeuwig zouden kunnen leven als we dat willen. Dat is zijn belofte. Aan u de keuze. Wilt u uw eigen leven leiden door het vlees? Naar uw eigen begeerte? Wat de dood tot gevolg heeft? Ook al bent u springlevend en kerngezond. Maar aan het einde van uw leven zult u voor eeuwig verloren gaan. Of wandelen door de Geest van God. In het koninkrijk van uw Vader. Dat kan, omdat de Heere Jezus, de gezalfde koning van Israël, zijn kostbaar en dierbaar leven aan een vloekhout heeft laten vastspijkeren. Om ons vrij te kopen van de vloek van de wet. Van al onze zonden kunnen wij gereinigd worden. Het is een simpele handeling. Ootmoedig je hoofd buigen en je knieën. En Jezus, je zonde beleiden en vragen om vergiffenis. Dan de volgende stap. Ik weet het, het is niet een makkelijke stap. Want kerken willen niet allemaal door onderdompeling dopen. Ik weet het, allemaal strijd en moeite. Want die kerken hebben onderling verschrikkelijk veel strijd en dogma's. Maar als je dat doet, die simpele stap. Laat het dopen. En bid om de vervulling van de Heilige Geest. Dan weet ik zeker God u zou vullen met zijn Heilige Geest. Dan kan je het woord van God bestuderen. Dan zal dat woord van God opengaan. Dan zal er een ander mens in jou gaan plaatsvinden. Namelijk een nieuwe schepping. De apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17. Zo wie dan in die gezalfde koning van Israël is, is een nieuwe schepping. Komma. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Het is zo eenvoudig dat evangelie van God. Horen en doen. En uw leven verandert. Waarom zal u nog langer op die brede weg willen wandelen? Al feestvierende om zo in de afgrond terecht te komen. Ja, ik ben niet een prediker die met een stroopkwastje smeert. Dat zal ik ook nooit doen. Ik breng u
de pure waarheid van Gods woord. Eeuwig leven of eeuwig verloren gaan. Denk niet, ik heb braaf geleefd. Ik ben goed geweest voor mensen en zo, dat hoor ik ook altijd. En dat aan een graf een predikant staat die u wel in de hemel praat. Laat u niet misleiden. Laat u niet, Hosea 4 vers 6, uw ervaring zijn. Maar, zoals Paulus dat zegt, dat wij leren te leven door te wandelen in de geest. Ik wens u toe dat de koning van Israël uw harten zal aanraken door uw Heilige Geest. Want hij is het ook die ons overtuigt van zonden en van gerechtigheid. En dat u hem leert kennen tot eer van zijn naam, maar ook tot heil van zijn volk. Want als u en ik veranderen, en ik heb het aan mezelf ervaren, dan gaat u getuigen van de grote daden van de God. Want mensen zullen zien wie in u leeft. Mogen Abrahams God u rijkelijk zegenen in Jezus' naam. Amen.